Steven Powell, beleidsadviseur op het bureau Gender Aangelegenheden, zegt dat informatie en data van groot belang zijn om verandering teweeg te brengen in het genderbeleid. Dit kan ertoe leiden dat een duidelijk beeld verkregen wordt over de omvang van geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit haalde Powell aan in het kader van Orange Day, welke op elke 25e van de maand wordt herdacht. Hij zegt dat de toegankelijkheid en beschikbaarheid tot informatie erg belangrijk is. De data die volgens Powell van belang zijn om genderbeleid uit te stippelen, is een verzameling van het aantal mannen en vrouwen. Dit moet verder onderverdeeld zijn in geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woonplaats, maatschappelijke status, opleiding en de rol in het dagelijks leven. Als symbool voor de strijd tegen het geweld is de kleur oranje gekozen als een heldere en optimistische kleur. Vertegenwoordigt oranje een toekomst vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het algemeen doel is om de bewustwording inzake gender gerelateerd geweld op gang te brengen.